Even nieuw, nou, ik zou graag een keertje positief met je willen praten, maar ja, de resultaten. Het is matig, hè, wat de laatste weken gebeurt. Ja, ik denk dat je nog zacht uitdrukt met matig. Ik denk dat de resultaten gewoon slecht zijn na de winterstop. En het wordt tijd dat daar veranderingen gaat komen. Want ja, zoals wij de laatste weken wedstrijden hebben weggegeven, als het ware, ja, dat kan niet meer. Terugwerkende kracht, het is makkelijk, maar achteraf kun je wel stellen dat de trainerswissel, Avery Bogen stond tweede, een paar punten achter de koploper, dat het weinig heeft geholpen. Ja, goed, maar ja, dat zijn vaak die discussies van heeft het nou wel nut om een trainer te vervangen of niet. Ik denk dat hier de ervaring heeft uitgewezen dat een trainer hier niet altijd voor het zeggen heeft, of in ieder geval niet makkelijk heeft gehad. Dus wat dat betreft denk ik dat een trainerswissel eigenlijk weinig invloed heeft, omdat je te maken hebt met een selectie. En die selectie moet het laten zien. En een trainer kan daar wat accenten in aanleggen, maar uiteindelijk zal het van ons uit moeten komen. En voor een selectie is het ook tussen aanhalingstekens vervelend als er steeds weer een nieuwe voor de groep staat. Dit jaar toch ook weer drie verschillende trainers? Ja, ik moet zeggen dat het met name ook wel veel energie kost. Er is natuurlijk redelijk wat op ons afgekomen. Iedere keer weer begin je opnieuw. Eigenlijk wil iedere trainer zijn spelers leren kennen. Dus dan is het eigenlijk iedere keer weer een nieuw soort voorbereiding. Ja, dat kost energie. Maar ja, dat neemt niet weg dat wat ik zeg, dat wij het zelf moeten gaan laten zien als spelers. En daar hebben we dit seizoen in tekort geschoten tot nu toe. Ja, met een zevende plaats. Sparta onwaardig. Hoeveel vertrouwen heb jij er wel in dat jullie de eerste vijf wel gaan halen? Nou ja, goed. Ik denk dat het voor ons al lekker is dat je in ieder geval meedoet aan die play-offs. Dat was de eerste doelstelling van het seizoen. Die hebben we vrij vroeg in het seizoen bereikt. Dus dat haalt wel een stukje druk, of hoe je het wil noemen, haalt het wel weg. Maar wat je zegt, de eerste vijf zou wel lekker zijn, omdat je dan in de tweede ronde instroomt. En nou ja, om daar te komen zul je resultaat moeten halen. Dus heb ik er vertrouwen in? Ja, absoluut. Alleen, dan zal het beter moeten dan de eerste wedstrijden na de winterstop. Tegenstander Jong Ajax. En dat is een ploeg die langzamerhand de contouren heeft en in vorm is. VVV winnen ze met 4-1. Bij Dordrecht moeten ze winnen, de koploper. Het wordt uiteindelijk gelijk gespeeld. Kortom, jullie kunnen weer